Goedemorgen, het is zondag 10 uur en het is echt herfst. Oh, jeetje. Echt verschrikkelijk weer. Maar, niet veel op de planning vandaag. Ik ga even gaan een paar boodschapjes doen, eten makkelijk, zoek mijn broodjes. Klaar. Dan zien we het verder wel. Oh ja, mijn nagels lakken, weet je nog? En we zitten in de auto, lekker herfstachtig. Met Nio, die musical die aan het maken is. Nu niet meer, want mama stoort er. Oh, dat is mijn vinger. Dus, maar we gaan weer terug. En we zijn lekker bakkeljauw aan het maken. Voor de lunch. Trekkie. Ik ga lunchen. Sushi bol, bakkajou, sushi en een paar stukjes makreel nog. En ik heb lekker de groente geroosterd voor door mijn tomatensoep. Het wordt tomaten paprika soep met geroosterde groenten. We gaan er eens wat nieuws proberen. Die is gek. Het is gek. Dus we nieuws en eventjes de hoortop. Ik sta hier met mijn handschoentje aan. Want ik ga het even balletjes gehakt draaien. En ik raak geen gehakt aan met mijn blote handen. Dat vind ik vies. Dus daar ben ik even lekker mee bezig. Even lekker aan het kokkerellen. Mijn verse tomaten paprika soepje zat te pruttelen. En nee, er hangt geen theezakje, maar zo'n tomatenkruidenbouillon zakje. Super lekker. Even zitten op de bank. Ron en Nio zijn nog steeds onderweg. Ras boven. Soepje pruttelt. Dus gaan even chillen. Ons zaterdag vliep even helemaal anders. Want we zouden eigenlijk gaan verbouwen met die tussendeur. Maar we hebben allemaal geen zin. Gewoon lekker chill. Ja, ook echt weer voor. Vind je niet? Dus. Morgen en maandag. Morgen weer back to normal. Alles weer vroeg de nest uit. Mama home alone. Ik heb niet veel afspraken deze week. Nee. Maar eigenlijk helemaal niet. Nee, geloof ik niet. Maar ja. Sla ik dadelijk mijn agenda open en is het... Maar ja. Dus. Ik ben benieuwd naar mijn geroosterde groenten. In mijn soep. Voor het eerst dat ik het gemaakt heb. Dus wordt er een verrassing. Optimaal maken. Zo. En we gaan we afsluiten. En nee, ik heb niet mijn nagels gelakt. Ik wil het wel gaan doen, maar ik ben een beetje misselijk. En dan over die nagellaklucht te gaan hangen. Laat dat maar niet doen. Nee, ik ga het wachten tot mijn droogte klaar is. En dan ga ik hem leeghalen. Dan zet ik nog een wasje aan, want er zit er nog eentje in. Was nummer 4 van vandaag. Oeh. En ondertussen ga ik gewoon lekker in bed tv kijken. Ja. We hebben echt lekker gewoon een luierzondagje gehad. En gewoon gedaan waar we zin hebben. En ja, ik zit alleen in mijn pyjama.
Gewoon even snel omgekleed. Dus. Maar in ieder geval weer bedankt voor het kijken. En als je nog niet geabonneerd bent en je vindt het leuk, even op mijn gezicht klikken. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei.